Wij staan hier in het mooie Badmen. Zoals je ziet is het hier een mooi groen gebied. Maar er is soms wel wat beregening nodig. Daarom hebben wij een nieuwe beregeningsmachine ontwikkeld. Dit is de NB Ecotech. En de Ecotech, dat is het type Economic. Het principe is dus eigenlijk dat de slang aan deze kant hier in de grond vastgezet wordt. Met twee pennen. Zo kunnen wij die haspel dus alle 580 meter elke keer volledig benutten. Dus dan rijden we met de haspel bijvoorbeeld naar achter naar het land. En als we aan het eind zijn, kunnen we gewoon een bocht maken en gaan weer terug. Zo snel als wij de machine aanzetten en op druk zetten, dan gaat dus de machine, loopt over zijn slang heen en rolt zichzelf weer op. Alleen hij trekt niet aan de slang, maar hij wordt aangedreven door de grote achterwielen van de machine. En daardoor loopt hij over de haspel heen, over de slang heen en rolt hij de haspel weer op. De haspel wordt wel aangedreven door middel van een kettingaandrijving met een V-snaar. Maar die V-snaar die houdt hem alleen maar onder spanning. Er wordt niet aangetrokken aan die slang. Dus hij loopt heel geleidelijk aan over de slang heen. Hierachter zitten de twee accu's voor de aandrijving. Dat zijn nu nog gewone accu's, maar dat worden lithium accu's. En die gaan we voorin plaatsen met een wisselsysteem. Dat je heel makkelijk met een rail de accu's eruit kan trekken en er weer in kan zetten. Daarachter zit een elektromotor die alles aandrijft. Die wordt aangedreven via de achteras en hij wordt dus ook met een afterkas aangedreven naar de slanghaspel toe. Deze sproeier heeft dus een verschillende nozzelgrootte. Ongeacht hoe groot of de pomp is en hoeveel bar werkdruk. En je kan hem gewoon op sectorsproeien zetten. En als optie kan het ook een elektronisch geregelde sproeier worden, dat je dus sectie kan sproeien aan de hand van een elektronisch aangestuurd systeem. Dat kan allemaal op de computer aangesloten worden, dus dat is allemaal een optie.